Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt. Hij kwekt voor jou en hij kwakt voor haar. Hij snatert heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan plonst, dan duikt hij en dan zwemt hij wat voor hem. Spetterpieterpater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spetterpieterpater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Hier heb je een nieuwe ijszak, Alfred. Dank je, Winnie. Je hebt hele hoge koorts, dus het ijs smelt erg snel. Winnie. Wat is er? Misschien is dit wel het einde. Wat zeg je nou? Ik heb altijd veel plezier met je gehad. Jammer dat het maar zo kort geduurd heeft. Huh? Ik stuk bijna. Wat valt er te lachen? Denk je nou echt dat je doodgaat, Alfred? Ja, mijn koorts blijft hoog. Mijn hoofd doet pijn en ik heb nergens trek in. Oh, wat was dat? Ik geloof dat je maag ook wat wil zeggen, Alfred. Ja, ik heb geloof ik toch wel honger. Zo klinkt het, ja. Je hebt gewoon de griep, Alfred. En je bent nog nooit ernstig ziek geweest, hè? Van een griepje ga je echt niet dood, hoor. Nee, nog nooit. Ook niet toen je klein was? Nou, ik herinner me niet veel van toen ik nog een klein eendje was, maar... Je moet een paar dagen in bed blijven en dan ben je weer helemaal gezond. Als je ziek bent, dan word je een bange haas. Ah, professor Paljas. Tag, Winnie. Hoe is het nu met Alfred? Tja, dan is dat nog volkomen onmogelijk. Wat zegt u? Wat is onmogelijk? Ik ben van plan naar het land van twee te gaan, maar het is onmogelijk je mee te nemen als je ziek bent en in bed ligt. Naar het land van twee? Wanneer dan, professor? Ik ben van plan overmorgen te vertrekken met de zonneschijn van kapitein Stoppel. Wat? Ik ga mee, professor. Ik ga met u mee. Nee, jij moet in bed blijven, Alfred. Mijn koorts is nu toch helemaal weg? Er heeft een ijszak op je voorhoofd gelegen. Daardoor is dat niet veel koeler. Oh, maar ik voel me prima. En daarnet zei je nog dat je doodging, Alfred. Ja, dat was een beetje overdreven. Ik trek dat terug. Te laat. Je hoeft je voor mij niet te haasten, hoor. Als je echt met mij mee wil gaan, dan kan ik ook wel wat later vertrekken. Geen probleem. Ik kan overmorgen met u meegaan. Dat denk ik niet. En wat gaat u doen in het land van twee? Je kan beslissen of je wel of niet met me meegaat als je dat gehoord hebt. Nou, ik heb me nog nooit verveeld als ik met u op reis was, professor. En dus ga ik mee. Maar ja, dat zou nu wel eens heel anders kunnen zijn. Zoals je weet wordt het land van twee in twee gebieden verdeeld door een hoge bergketen in het midden. En die twee gebieden zijn totaal verschillend van elkaar, Alfred. Droogstad ligt in het zuiden. En de burgemeester van die stad, die Millier heet, heeft mij gevraagd daar naartoe te komen. Die burgemeester is tevens een waarzegger. Een echte waarzegger. Waarzegger? Jawohl, jawohl. Hoe kan een wetenschapper zoals u nou bevriend zijn met een waarzegger, professor? Sterker nog, hij is zelfs een hele goede vriend van mij, Alfred. Wij zaten ooit toevallig naast elkaar in een vergadering. Zo hebben wij elkaar ontmoet. Hij weet ook erg veel van oude, onbekende medicijnen. En hij zegt dat hij nu grote problemen heeft. Daarom moet ik hem gaan helpen. Wat zijn dat dan voor problemen? In het zuiden van het land van twee is een epidemie uitgebroken die veroorzaakt wordt door een onbekend virus. Een onbekend virus?
Ik hoop dat Alfred met mij mee kan gaan, Winnie. Maar eigenlijk heb ik er achteraf spijt van dat ik hem dit verteld heb. Waarom, professor? Nou ja, ik vraag iemand die zich niet goed voelt om mee te gaan naar een land waar een vreselijke epidemie heerst. Maakt u zich geen zorgen, professor. Hij is vast wel weer beter overmorgen. Als je een doel hebt, ben je altijd veel sneller beter, nietwaar? Zo is dat, Winnie. Tjus. Oh, alsjeblieft, maak dat ik overmorgen weer beter ben, alsjeblieft. Kijk, professor, daar zijn ze. Ik heb er wel niks mee te maken, maar ik vind dat je eigenlijk niet moet gaan, Alfred. Hoe komt u daar nou zo ineens bij, pa? Nou ja, iedereen is het erover eens dat professor Paljas een genie is en zo, maar hij is natuurlijk geen dokter. Wat zegt dat? En ik vraag me alleen maar af wat hij kan doen in een land waar een ernstige ziekte heerst. En dat geldt natuurlijk ook voor jou. Ik ben er alleen om professor Paljas te helpen. En hij is gevraagd om te komen omdat ze hem nodig hebben, nietwaar? Dat is toch allemaal duidelijk, hè? Ja, ja, dat is zo. Maar hou alsjeblieft in de gaten dat jullie allebei een hele goede kans lopen om zelf ook die ziekte te krijgen als jullie niet oppassen. Zal ik doen. Ik zal goed oppassen, pa. Hallo. Hè? Dag, Alfred. Ik ben blij dat ik u weer eens zie, kapitein. Nou, ik ga maar eens aan boord, pa. Maar pas deze keer echt heel goed op jezelf, hè? Tuurlijk, pa. Tot ziens. Als iemand mij vraagt of ik daar in het land van twee echt kan helpen, dan kan ik alleen zeggen, ik weet het ook niet, echt niet. En waarom hebt u dan besloten te gaan, professor? Omdat ik zeer geïnteresseerd ben in dat land. Geïnteresseerd in dat land, niet in het virus? U weet wellicht dat het land van twee uit twee totaal verschillende gebieden bestaat. Het noorden is rijk, terwijl het zuiden erg arm is. Ja, dat heb ik gehoord. De koning woont in zijn paleis in Spiegelstad en dat is natuurlijk in het noorden. En van daaruit regeert hij het hele land. Nou ja, het echte regeren wordt eigenlijk gedaan door een groep dieren die de 12 wijzen worden genoemd. Dieren uit het zuiden worden zelden tot minister benoemd, want er zijn maar weinig scholen daar. En daar dreigt dan een epidemie, hè? Slechte dingen komen ook nooit in een eentje. Millier, die vriend van mij, heeft het ook bijzonder moeilijk als burgemeester. En daarom wilde hij mijn hulp. En ik vond dus dat ik moest gaan, ik laat hem niet in die steek. Je ziet het niet. Je kent het niet. En toch is het gewoon, zoals een vlieg, zoals een vlinder, niets vreemd. Ik kan echt niet geloven dat er armoede is in dit land. Doodgewoon. Nee, ik ook niet. Je ziet het niet. Schiet op, schiet op. Je kent het niet. En toch is het gewoon. Zoals een eend, zoals een vlinder, doodgewoon, een mozoon. Ja, ik ben professor Paljas en wie bent u? Oh, sorry heren, mijn naam is Jordan en ik werk als koerier voor de ambassade. Dus u komt van de ambassade? Vanuit Grootwaterland is ons gemeld dat u hier naartoe kwam en daarom ben ik hier. Om u alle hulp te geven die u nodig hebt. Ah, dat is aangeneem. Mag ik u iets vragen, ja? Alles wat u maar wilt. Is die epidemie eigenlijk ook al hier in het noorden uitgebroken, heer Jordaan? Nee, nog niet. Ik heb daar in ieder geval nog niets over gehoord, professor. U weet het niet zeker? Nou ja, er is niets over gemeld op de tv en in de kranten ook niet. Zou u dan voor mij contact willen opnemen met het Medisch Instituut? En met de andere ziekenhuizen, zodat wij het zeker gaan weten? Natuurlijk. En wat bent u van plan te gaan doen? Wij gaan regelrecht naar Droogstad, denk ik. Prima. Dan zal ik u naar het station brengen, mijn heren. Dit is het Koninklijk Paleis. Ho, ho, wat een schitterend paleis.
Jooi. Opschieten, professor. Ja, opschieten. Ah, dank u. Voorzichtig. Villa, onze bagage. Wat? Oh ja. Alles ziet er zo rijk uit in het noorden. Het is niet te geloven dat het zuiden arm is. Toch zijn er aan de andere kant van deze bergen alleen maar armoedige stadjes. Zo'n lange tunnel heb ik echt nog nooit gezien. Ik heb wel eens gehoord dat de treinen helemaal rond de bergen moesten rijden voordat deze tunnel gemaakt werd. Deze hoge bergen zijn dus de oorzaak van die enorm grote verschillen hier in het Land van Twee. Ik denk niet dat dat de enige oorzaak is. Wat is er dan nog meer? Waarom probeer jij dat zelf niet uit te zoeken tijdens ons verblijf hier? Prima. Joepski. Ah, hij staat ons al op te wachten. Wat is hij oud geworden? Ik weet dat jullie moe zijn, maar zouden jullie toch eerst met me mee willen gaan naar het ziekenhuis? Ik heb geen bezwaar. Ik heb het virus ontdekt dat de epidemie veroorzaakt. Geweldig. Ik heb het virus mozons genoemd. Mozons? Het is onuitroeibaar. We hebben al veel medicijnen geprobeerd, maar niets werkt. Zoals je weet, dacht ik dat ik een hele uitgebreide kennis had van alle medicijnen in de wereld. Zelfs de hele oude. Maar niets is in staat dat virus te vernietigen. Het lijkt wel alsof het mozonsvirus uit een andere wereld komt. Ja, die kans is groot. Vandaar dan ook de naam mozons. Die komt van een legendarische ster die zo heette. Aha, ik dacht al dat die naam mij zo bekend voorkwam. Het virus dringt eerst door de wanden van de bloedvaten en dan komen daarna de ziekteverschijnselen. Mensen, kinderen. Wat voor verschijnselen hebben de patiënten dan, meneer? In het begin lijkt het erg op een gewone griep. De patiënt krijgt koorts en voelt zich erg zwak. En dan, na een paar dagen, krijgt de patiënt het gevoel dat hij doodgaat. Hij is dan helemaal niet meer in staat om te zitten of te staan en gaat dus maar liggen. En in een week of twee wordt de patiënt dan snel oud. En als hij eenmaal oud geworden is, sterft hij niet meer, hoe vreemd dat ook klinkt. Ik bedoel, hij sterft voordat hij oud wordt, als hij te slap of te lui is om tegenstand te bieden aan de verzwakking. Wat afschuwelijk is dat. Ja, afschuwelijk. Maar zo gebeurt het. Daar is geen twijfel over mogelijk. Is die ziekte dan weg als die patiënt oud is? Wat we denken is... Of het virus ontvlucht de patiënt die oud geworden is... of het virus kan niet meer overleven in zijn bloed vanaf dat moment. Dat is ook een mogelijkheid. Ik begrijp het. Omdat er geen kinderen of ouderen vandaag zijn die de ziekte gekregen hebben. Alleen dieren tussen de 15 en de 55. Waarom krijgen kinderen de ziekte niet? Dat weten we niet. Dat is dan het enige goede nieuws, hè? Ja. Gelukkig is er nog iets goeds. Je sterft dus als je lui bent. Dat klinkt als een grap, maar dat is het niet. Waarschijnlijk doen luie dieren niet genoeg hun best om te overleven. Ah, we zijn er. Laten we maar meteen gaan kijken bij de patiënten. En ik ben Paris. De directeur van dit ziekenhuis. Het is een plezier u te ontmoeten. Dit is mijn vriend Alfred Jodocus Krak. Dag. Ik heb gehoord dat u het virus gevonden heeft. Ja, u zult het straks zien. Dat is een achtergemeenerik. Maar ik zal u nu eerst rondleiden door het ziekenhuis, heren. In deze kamer bevinden zich enige patiënten in het eerste stadium van de ziekte. De patiënten die u rechtop in bed ziet zitten, zijn pas vandaag aangekomen.
Na een dag of twee zullen zij ook absoluut niet meer in staat zijn uit hun bed te komen. Wat afschuwelijk. Mag ik u iets vragen? Natuurlijk. Heeft u al iets ontdekt dat kan voorkomen dat iemand deze ziekte krijgt? Nee, helaas nog niet. Dus wij kunnen ook... Ja, alle dieren die hier leven lopen een grote kans deze ziekte te krijgen. Volgens de laatste telling zijn er al zo'n 250 dieren ziek. Maar één ding is erg vreemd en dat is dat geen van de doktoren en de verpleegsters hier de ziekte gekregen heeft, terwijl wij er toch dagelijks mee in aanraking komen. De volgende, alstublieft. En deze? Deze dieren zijn in het laatste stadium. Die vrouw daar met die stok bijvoorbeeld. Hoe oud denkt u dat ze is, heren? Ze is eigenlijk pas 35 jaar. Wat? Ze ziet er verschrikkelijk oud uit. Afschuwelijk, dit is afschuwelijk. Sullivan? Ja? We willen nu graag aan onze gasten de moos ons laten zien. Tuurlijk, ga uw gang. Dank u. Dus dit zijn die mozons. Achtige menerikken, vindt u niet? Nou, en of, Alfred, wil jij ook niet even kijken? Hm? Hm? Waar komen die vandaan? Professor, er zijn twee problemen, denk ik. Twee? Probleem 1 is, hoe roeien we dat virus uit? We hebben tot nu toe al veel geprobeerd, maar niets helpt. We moeten dus een medicijn vinden. Nee, ik geloof niet dat dat de oplossing is. Dit is iets heel anders dan de ziektekiemen die dysenterie of tuberculose veroorzaken. Dus ik denk dat alleen medische maatregelen dit probleem niet kunnen oplossen. Aha, misschien heb jij gelijk, ja. En wat is het tweede probleem? Probleem 2 is dat het zuidelijk deel van dit land extreem armoedig is vergeleken met het noordelijk deel. Jullie hebben waarschijnlijk wel begrepen dat de meeste dieren het erg moeilijk hebben en leven van dag tot dag. Ze hebben nauwelijks te eten, geen werk. Geen boerderijen, geen industrie en er zijn maar weinig scholen. Jonge mensen verliezen daardoor hun hoop en hebben nergens meer zin in. En dat is dan weer een prima broeinest voor het mozonvirus, als ik het goed begrijp. Precies, ja. Er moet iets gebeuren, want als niets deze dodelijke ziekte tegenhoudt, dan zal Droogstad volledig uitgeroeid worden. Zoals vroeger veel steden ten onder gingen omdat daar de pest heerste. Een hele stad weg hebben, dat is verschrikkelijk, verschrikkelijk. Zoiets mag toch niet gebeuren. Dank je, dat was alles voor vandaag. Er is nog iets dat ik jullie zou willen vertellen. Zoals je weet ben ik ook waarzegger en heb ik ook paranormale gaven. Ja, dat weet ik, ja. Ik heb onlangs 3 keer dezelfde droom gehad. Precies dezelfde. Precies dezelfde. En ik denk dat het niet zomaar een droom is, maar dat iemand me iets probeert te vertellen. Heb je enig idee wie? Zeker. De clown die woont op de maan. Zei jij die clown die woont op die grote maan? Kan je dan op de maan wonen? Blijkbaar wel, ja. Die clown heeft een viool en als hij daarop speelt, dan komen je wensen uit. Dat is mijn droom. Een viool die wonderen verricht. Ja, misschien of nee, zeer waarschijnlijk kunnen we die mozons kwijtraken met die viool van die clown. Oh. Als we die mozons niet kwijtraken met medicijnen, maar met een magische viool, klinkt interessant. We moeten naar de maan gaan en die clown halen, professor. Ja, denk jij dat jij alleen terug kan gaan naar Grootwaterland en mijn ruimteschip naar de maan kan vliegen? En nu dan? Ik denk dat ik op zoek ga naar andere middelen om dat virus aan te pakken voor het geval die magische viool niet werkt, ja.
Maar wat dan bijvoorbeeld? Radioactiviteit, laserstralen, ultrasonische golven en dat soort dingen inderdaad. Ik denk dat ik terug ga naar het medisch instituut om daar uitgebreid onderzoek te doen. Ik moet er in staat zijn om iets te ontdekken dat werkt. Ja. Dus jij gaat binnenkort naar de maan voor ons, Alfred. Ja, en ik breng de clown voor u mee terug. Er is iets afschuwelijks gebeurd, professor Paljas. Wat is er aan die hand, meneer Jordan? Gisteren is ontdekt dat ook hier in Spiegelstad zeker 13 dieren besmet zijn met het Mozonsvirus. O, nee! Het virus is dus over de hoge bergen heen gekomen. We dachten altijd dat de Mozonsziekte alleen maar kon voorkomen in het zuiden. Spiegelstad is een grote stad, maar niet alle dieren hier zijn rijk en gelukkig, meneer Jordan. Wat heeft dat nou te maken met de Mozonsziekte? Het schijnt dat het Mozonsvirus de neiging heeft de zwakkeren aan te vallen. Oh? Meneer Jordan, wilt u alstublieft Alfred naar die haven brengen? Ik ga rechtstreeks naar het medisch instituut. Denk je dat professor Paljas een manier kan vinden om dat Mozonsvirus te verslaan? Ja, dat weet ik absoluut zeker. Maar de clown van de maan halen gaat denk ik toch sneller, kapitein. Maar als je hem nou niet kan vinden, Alfred? Nou, laten we maar hopen dat het wel lukt. Het is niet te geloven dat in zo'n mooie moderne stad als Spiegelstad zo'n dodelijke ziekte kan voorkomen. Soms is hij ongelukkig, ontzettend ongelukkig.